Gewoon gas geven. Award voor beste vriendje. Kijk, daar gaat hij in stuifspunt. Hoe zeg je de kop in het Spaans? Goedemorgen. De verjaardag van Chelly was superleuk. Ik ben gewoon helemaal vergeten iets te filmen, want we waren gewoon heel veel lol aan het hebben en aan het dansen en aan het kletsen. En ook allemaal leuke vrienden van haar ontmoet. Dus dat was super gezellig. Ik heb me redelijk ingehouden, dus ik voel me oké. Ik voel me fris. Over fris gesproken, mijn huid ziet er voor de verandering heel goed uit. En ik heb een heel lekker nieuw spulletje, wat ik even met jullie wil delen. Niet een sponsormoment uiteraard, gewoon puur enthousiasme over nieuwe highlighters in het leven. Ik ben me even aan het klaarmaken om met Lizzie af te spreken. We gaan even bijkletsen over van alles. Koffie drinken. Dat soort dingen. Dat vind ik super gezellig. En dit is het nieuwe spulletje wat ik heb. Het is van Charlotte Tilbury. En het heet Flawless Filter. En het is eigenlijk, nou ja, er staat voor A Superstar Youth Glow. Het houdt een beetje het midden tussen een foundation en highlighter. Voor mij is die eigenlijk te oranje om over mijn hele gezicht te gebruiken. En wat ik dus doe, is gewoon onder mijn ogen dit gebied helemaal indeppen. Ik ben echt heel erg into de vloeibare producten. Dus ik vind dit heel fijn, want het blendt mooi in je huid. En het licht eigenlijk alles een beetje op. Het zorgt ervoor dat dit heel glowy en fris wordt. Wat ik dan nog over heb aan mijn vinger, doe ik een beetje hier. Dus het geeft een heel mooi flawless glansje. Daar hou ik wel van. Verder heb ik bijna geen make-up op. Lekker geen mascara. Alleen een beetje een tinted moisturizer. Een beetje van mijn NARS Orgasm blush stick. Dat opgedept. En dan dit nu. En een klein beetje soort, nou ja, bijna niet te zien oogschaduw even met mijn vinger gewoon gedept. Dat eigenlijk. Mijn lippen hebben nog helemaal kleur omdat ik gisteren lippenstift op had. Dus dat is altijd handig. Gewoon brak gaan slapen, word je top wakker. Ik ga even mijn sapje opdrinken en naar Liz toe fietsen. Hallo! Hallo, zo gezellig. We zitten net te zeggen dat we altijd zeggen wat we gaan doen en het dan vergeten te filmen. Bij deze. Het was een lekker koffietje. Het was een heerlijk koffietje. Een lekker zonnig deetje. En een carrot cake en een bananenbroodje. Heel lekker en heel gezellig om het bij te. Ik loop nu even bij Anna en Nina naar binnen, waar ik denk ik voor mezelf een kettingje ga kopen, wat zo leuk is met initialen. Ik ben er helemaal verliefd op. Hele mooie kettingjes van Missoma gekocht en ik kan het niet meer vinden. Ik snap niet waar ze zijn gebleven en ik ben er zo verdrietig van. Maar goed, die zijn dus, ik weet niet waar ze zijn en of ik ze echt kwijt ben, maar ik mis heel erg wat bling en om mijn outfits af te maken en wat persoonlijkheid te geven. Dus ik ga toch maar een nieuw kettingje halen en een cadeautje voor iemand leuks kopen. Even langs Jordi, even omgekleed om het raam te genieten van de zon. En nu heeft hij dus een brommertje gehuurd, zodat we lekker naar het Amsterdamse bos kunnen. Ik hoorde trouwens dat er daar het meest vervuild is van alle lucht in Amsterdam, omdat het Schiphol die verkeer daar natuurlijk overheen komt. Desalniettemin, heerlijk plekje, waar je ook het water in kan. We hebben snacks, we hebben vervoer. Yes! Dit is te lekker. Go. Wat is gas? Gewoon gas geven. Rechts of links? Rechts. Wat is links? Niks. Rechts is gas en je moet allebei remmen. Ga gewoon heel rustig. Voeten van de grond, gek. Niet off-road, jongen. Hoe doe je dit dan? Van een beetje kracht. Niet vallen, niet vallen. Het was leuk. Ja? Je hoe was het? Op bij mij? Nee, dank je. Zeker niet. Nee, ik ook niet. Ga je een abonnement afsluiten? Award voor beste vriendje. Salute. Ga naar yours truly. I did it again. Die gewoon dit helemaal heeft zitten cheffen. Lekker vijgenbroodje.
wijntje. Dit is dus fucking lekker spul. Heksenkaas. Proost. Zo leuk. Goedemorgen! Jordi heeft bananenpannenkoekjes gebakken en we gaan lekker ontbijten. Het is zo fijn om hier met z'n allen te zijn. En ook lijkt het wat zonniger te worden, dus dat is heerlijk. Ik heb vandaag, fel zonnetje. Ik heb vandaag aan een jurk van H&M waar zakken in zitten. Wat in principe gewoon een soort handdoekje is, wat gewoon aan je lichaam blijft hangen. Zo lekker. Oh, heel zacht ook, ik vind het zo fijn. Gewoon zo'n lekker wijd fladderig dingetje. We zijn even aan het kijken bij Esvedra, wat een supermooi berg is die hier uit het water komt. En op de een of andere manier komen hier heel veel mineralen of zo bij elkaar. En stoffen die in de grond zitten of zo. Goed verhaal. Waardoor het een heel sterk magnetisch veld heeft. En mijn broer stuurde dat dit de derde meest magnetische plek op aarde is. Waardoor het kompassen en dat soort dingen helemaal in de war stuurt. En ook gevoelige mensen kunnen dus bepaalde effecten ondervinden als ze bij deze berg zijn. Heel komisch. Het valt me natuurlijk helemaal niks. Lekker hè? Nu voor jullie steeds een dansje. Wat te vinden is als je doet Indian Kid Dancing. Hij lacht altijd. Ik heb denk ik al 70 keer gedaan. Het slaat nergens op. Dat is zo goed. We zijn nu een strandje waar de cocktails 17 euro kosten. En de maatjes ook 8 euro. Gewoon. Typische pizza. We zijn een beetje de zon achterna aan het rijden, maar zonder succes. En nu is het al 4 en zitten we even niet lekker. Zo kan het gaan. Zo kan het gaan. Ik bevestig, zo kan het gaan. Even lekker chillen op het strand. Achter mij zit Chris. En terwijl ik gewoon lekker in slaap val, is Jordi de zee gegaan. Heel dapper. Ja, wel een beetje noord. Even in de Oyshow, waar we natuurlijk geen winkel van hebben in Nederland. Dus Kim en ik gaan even wat shopwerk doen. Ik heb nu deze gepast. Ja, precies. Maar het zit hier te. Heb ik te weinig ruimte. Dus dat is jammer. Verder een off-shoulder jurk met glitterdraad gepast. Ook wel heel leuk. Nog een jurk, maar ook hier te strak. Oké, ik ben niet gemaakt voor deze winkel, want dit gaat gewoon niet. Ja, leuk, leuk. Even eruit. Even eruit. Even de echte acte présence. Ja, vet. Deze rok? Ja. Heeft het helaas niet gehaald. Oké. Ja. Dan hebben we nog een lekker palet. Wat sowieso meegaat, is dit badpakje. Geweldig, stond het. Ja, kom even door. Deze jongen? Ja. Want dat heb je echt nog niet. Dat heb ik echt nog niet. Deze zitten nog in de twijfelfase. Camerawerk. Jordi is mee om foto's te maken, onder andere, los van natuurlijk zijn waanzinnige, gezellige présence. Dus dat is wel leuk, want ik wil eigenlijk nooit te veel een Insta-koppel worden, maar Jordi maakt gewoon echt hele goede foto's en het is heel leuk om zo ook projecten samen te kunnen doen. Hoi! Hey. Super gezellig. Ja. Om een kleine muze vast te leggen. Dus dat is heel erg leuk. We hebben vandaag ook wat mooie foto's geschoten tussen het chillen door. Onze vriend Chris is nu terug naar Nederland. En Kim, ik, Onno en Dominique zijn nog hier.
En Jordi dus. Hallo. En we gaan nu even lekker eten bij La Brasa, wat echt een geweldig restaurantje is in de tuin. Waar ga je heen? Dan glijd je een beetje onder de paaltjes heen. Oh ja. En wij zijn weer verhuisd naar mijn lievelingsappartementje in de oude stad. Vlak bij de stadsmuren. Zullen we hier nog even één foto maken? Kijk, daar gaat hij, Insta-huispunt. dat is het huisje van de moeder van een vriendin van mij. Wat zo leuk is en echt als thuis voelt. En waar ik vaak ook een week alleen naartoe ben gegaan. Daar heb ik ook wel eens een video over gemaakt. Hoe overleef je alleen op vakantie? En nu heb ik dus natuurlijk Jordi in mijn leven. Dus zijn we hier lekker samen, wat heel gezellig is. Ik ben net even opgefrist, onze spullen daar gedumpt. Nou ja, heel snel. Onder de douche gesprongen zit nog allemaal zand op mijn hoofd. En geen make-up en dat soort dingen, maar prima. En nu gaan we lekker wat eten. Hey Jor, we hebben het gevonden. Hier is het. Het is vet pretty. Zo gezellig. Zo cute. Yay. Pretty. Cheers. Starletjes. Elke dag kroketjes eten. Dit ook echt zo chill. Dat lijkt een beetje. Super lekker. Yum. Kim doet alsof ze groente eet, maar eigenlijk wel spel, ja? Goedemorgen. Dit is hoe ik eruit zie als ik echt net 1 seconde wakker ben. Mijn neus is verbrand. En mijn haar is natuurlijk een grote knoop. Jordi en ik zijn net wakker en ik ga nu even lekker foto's editen. En we gaan wat ontbijten in ons huisje. Dan gaan we een brommertje huren en een beetje op pad. En ook nog... 2 dingen schieten en tussendoor natuurlijk genieten van het uitzicht en elkaars gezelschap en de gezelligheid. Eerst even lekker ontbijt in ons huisje. Kijk wat ze hebben. Een quiche, kleine briestukjes, ei... Almond croissant, stokje. Dit is dus wat er in tomaten zit. Yay! Dit ziet er zo voor uit, maar het is zo lekker. Helemaal vol met amandelspijs. Het is heel lekker weer en heel mooi licht. Dus ik ga me even klaarmaken voor wat leuke foto's. Onder andere met dit gezellige topje. Het is een crop top waar ik een hele leuke luipaardrok bij heb. Love it! Er is ook een broek van... Maar die zat bij mij niet helemaal goed. Ik denk dat ik hem 1 maatje groter moet hebben. Maar dat vind ik ook heel leuk. Ik ben helemaal into de matching setjes. Of nou een pak is, een top met een rokje of dat soort dingen. Ik vind het gewoon heel chill dat je niet hoeft na te denken over je look. En gewoon meteen klaar bent. Ik heb een paar lekkere nieuwe beauty spulletjes die ik van Rituals opgestuurd heb gekregen. Die ik even met jullie wilde delen. Omdat het ook best zou kunnen dat mijn huid daarom best wel rustig is. Ik heb ook het idee dat als ik reis... Door de zon en het klimaat en dat je in de buurt van water bent, dat het ook beter gaat. Wat ik nu een tijdje doe is deze Amigo, een micellair water. Die doe ik in de ochtend en in de avond. Dus ik doe het nu ook eventjes op een watje en dan op mijn gezicht. Om eigenlijk al het vuil er even af te halen van de dag of van een nacht slapen. Dan doe ik een lekker crampje. Ik vind deze gewoon heel mooi ook vooral. Met een marmer lookje. Je huid heeft gewoon vocht nodig, maar ik vind het altijd moeilijk te zeggen wat nou een crème precies uniek maakt en wat die doet. Los van dat ik bijvoorbeeld de textuur en geur heel belangrijk vind. Dat het snel intrekt en niet te vettig is. Dus deze is heel lekker. Heel fris en is niet heel waterig ofzo, maar ook niet vettig. Het is heel lekker smeerbaar. Het trekt ook echt razendsnel in. En ik vind gewoon de Rituals geur altijd heel lekker. Dat is zo on point. En dan heb ik dit lekkere spraytje wat ik meeneem op pad of naar het strand of zo. Wat een hydraterende spray is die je gewoon zo over je gezichtje heen spritst. Net als die waterflesjes wat je altijd hebt. Weet je wel, die spraytjes van Evian geloof ik. Alleen is dit dan daadwerkelijk ook iets wat moisture toevoegt en niet alleen water op je huid legt. Dus dat vind ik heel lekker. Want ik heb vaak als ik op het strand ben dat mijn huid een beetje begint te trekken en droog wordt en zo. Dus dat vind ik lekker.
En dan doe ik hierna natuurlijk nog sunscreen op. Ik doe op dagen als deze altijd een losse sunscreen op. Maar dan wel eentje het liefst die transparant is. Niet dat je zo'n witte baas hebt. En een BB creampje. Heel luchtig. En ik draag geen foundation op vakantie. Daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn beauty routine. En als ik dan nog een plekje heb, werk ik dan misschien even weg met de concealer. Maar dat is het wel. Dus dat ga ik nu doen. Ik zal binnenkort ook weer even een geüpdate make-up routine filmen. Maar ik weet dat jullie dit soort dingen ook altijd leuk vinden om te volgen. Dus dat komt er ook nog aan. Ja, ik ga me even afstylen en dat soort dingen. En dan zullen jullie de leuke foto's wel zien. We zijn even foto's aan het maken van deze look. En wat heel grappig is, is dat mijn schoenen dus klinken als de geluiden van paarden. Om een brommetje te huren. Was dit op het dikke kopje? Hoe zeg je dikke kop in het Spaans? Zeg dan. Nee. Wel. Pepmonster. Hoe zeg je pepmonster in het Spaans? Pepita monstera. En dikke kop? En dikke kop. Nu zijn we bij een baai waar helemaal niemand is om weer even te shooten. Ja. Schrikkelijk lekker brown taco. Ah. En dan maar twee kleine taco's. Dus dat is wel enigszins teleur. Helaas. Hoe waanzinnig is deze plek. En alles is te koop. Huis. We liggen op de bank foto's te editen en Jordi zei: ik ga even een mand opzoeken, die heb ik al heel lang niet gezien. Als jullie mijn Aruba vlog hebben gekeken, weten jullie dat ik hier helemaal dubbel over lag. Of was het in een story? Ik weet niet meer of het ook de vlog heeft gehaald. Echt fantastisch. Maar ik vond dit echt hilarisch. Ik kende dit niet echt. Dit is een heel mooi mandje, gemaakt door de firma Tichelaar. Het is veel te lang, moet korter. Mandje van Tichelaar. Nee, nog korter. Mand! Mand! Ik val in mijn paniek. Goedemorgen, dit is onze laatste ochtend. En ik heb net een uur of vier gewerkt, dus red ik niet meer helemaal om nog naar het strandje te gaan, maar we gaan nu even lekker lunchen in ons huisje en misschien kunnen we nog wel even buiten lopen. De zon schijnt, het is heerlijk weer. Voordat het in Nederland ook bloed heet, dus dat gun ik jullie natuurlijk ook. Ik heb weer even deze jurk aan, mijn lekkere zakjurk. Love it. Jullie ziet zijn bekoekstof. Volgens mij alle leftovers die we hebben, we hadden heel veel lekker eten, dus dat gooien we nu allemaal bij elkaar. Even de weg op en ik heb een badpak aan dat je nu krijgt als je een Linda Meijden abonnement afsluit. Kun je kiezen tussen deze of een hele leuke zwarte. En deze kleur wel heel tof. Love it!